Wilfried de Jong. Rond middernacht zat ik een stukje te tikken over Jurie van Gelder. Hij moest nog een week wachten voordat hij in finale kon turnen. Verveling ligt op de loer, schreef ik. En ook dat ik hoopte dat Jurie zijn oefening aan de ringen zou eindigen zonder nahup. Dat bezorgde me alleen maar extra aftrek van punten. Al mijn getikte woorden konden vanochtend vroeg bij het groot vuil. Ik lag nog in bed en las op mijn mobiel het bericht dat Van Gelder de Spelen moest verlaten vanwege ontoelaatbaar gedrag. Hij was na het behalen van de finale buiten het Olympisch dorp gaan drinken. In de tijd dat ik Hollandsport op televisie maakte, heb ik Jurie een aantal keren ontmoet. Mijn indruk? Aardige jongen, met een licht onzekere oogopslag, een manische sporter met een ijzeren discipline tijdens de trainingen in een zweterig turnzaaltje waar ik zelf al na een week tegen de muren zou opvliegen. Jurie turnt al sinds zijn vijfde. Waar een ander iedere dag zijn partner of huisdier begroet, zegt Jurie: goedemorgen jongens, tegen twee houten ringen. Het lijf is zo hard als gewapend beton, de zwakte schuilt in zijn hoofd. Dat wist hij, dat wisten de mensen om hem heen. Hoe sterk hij ook was in lichamelijke zin, sinds hij bekende verslaafd te zijn aan cocaïne en moest afkicken, ging hij door het leven als die turner met zijn witte lijntje. Dat is een gruwelijk gegeven voor een topsporter. Je ziet er onaantastbaar sterk uit, hangt moeiteloos secondenlang doodstil in de ringen, maar de buitenwereld denkt alle rotzooi erbij. Het idee dat Jurie van Gelder vandaag vastzit met een gordel in een vliegtuig van Rio naar Nederland bezorgt mij hartzeer. Kwalificaties als dom en zielig zijn niet afdoende om iemand in zo'n situatie te typeren. Ik waag me er in ieder geval niet aan. Ik ken hem maar een beetje. Vragen spoken door mijn hoofd. Waarom mag de Braziliaanse voetballer Neymar op de Spelen in een nachtclub rondlopen? Waarom is biermagnaat Heineken sponsor van het Holland House? Wat zou ik doen als ik na jaren van hard trainen eindelijk in de finale van de Olympische Spelen sta? Hoe zou ik de spanning op een groot toernooi combineren met zaken die mijn geest verruimen en even lucht geven? De antwoorden moeten van Jurie van Gelder komen. Hij mag ze ook voor zichzelf houden. Ook goed. Niet alles van een sporter gaat ons aan. Ja, ik neem het op voor Jurie. Wat er verder ook nog als een soort van sensationele nahup naar buiten komt over zijn nacht in Rio. Waarom? Heel eenvoudig. Ik heb een zwak voor iemand met een zwakte. Een zwak voor iemand die vlucht uit de zwaarte van zijn bestaan.